Jongens, met mijn allerlaatste centjes heb ik de one and only Logitech C920 gekocht. Omdat ik het zo kut vond dat ik slechte kwaliteit video's voor jullie moest maken, heb ik dit schatje van een webcam gekocht. Om toch een beetje deftige kwaliteit voor jullie te kunnen produceren. Dus vonden jullie dat episch dat ik dat heb gedaan? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Want ik investeer lots of money in YouTube. Als wij de 500 likes kunnen hitten, krijgen jullie morgen van mij een nieuwe video. Ik ben Acid. Ik ga vandaag praten over mijn schoolmoe-virus. Dus ik zou zeggen, let's go! YouTube Acid hier met vandaag een gloednieuwe Black Ops 2 Live Kit commentary op de PlayStation 3. Omdat ik mij niet echt meer amuseer op Advanced Warfare, moet ik dus weer een beetje Black Ops 2 beginnen spelen om toch de spirit alive te houden. Dus hier zijn we dan terug met de Live Kit commentary. En vandaag gaan we het hebben over iets waar ik de laatste tijd enorm veel problemen mee heb. En dat is dat ik enorm schoolmoe ben. Maar wat is schoolmoe zijn? Wat bedoel ik daarmee? Waarschijnlijk is hetzelfde verkeerde uitleg van het woord, maar holy shit. Ik zeg gewoon schoolmoe. Elke dag heb ik een 8e lesuur. Dat betekent dus dat ik elke dag tot ongeveer 5 uur pas... Ja, dat ik pas om 5 uur thuis ben. En zelfs de woensdag ben ik pas om 1 uur thuis. That's pretty fucked up, isn't it? En ik doe dan nog eens wiskunde, wetenschap en economie op school. Dus ik heb ook nog eens bakken huiswerk elke dag. En ja, dan kom ik thuis om 5 uur. Dan moet ik nog een video maken voor jullie. Dan moet ik nog huiswerk maken. Dan moet ik nog leren voor school. Dat is echt... super druk. Soms heb ik echt gewoon geen tijd. En dan upload ik een dag niet, wat school moet natuurlijk altijd op de eerste plaats komen. Maar de laatste dagen sinds de vakantie ben ik echt gewoon zo moe dat ik gewoon zin heb om mij na school een keer op mijn bed te leggen. Mijn ogen dicht te doen en gewoon een keer te slapen. Ja, je hoorde het goed. Ik heb gewoon zin om te slapen na school. Maar dat kan ik niet doen, want daar heb ik geen tijd voor. Na school moet ik video's maken, schoolwerk maken, eten. En soms moet ik zelf nog gaan werken. En met werken bedoel ik dan babysitten, want ja... En als je al die dingen samenrekent, heb ik bijna geen tijd meer om nog eens echt iets te doen. Om nog een keer te gamen als ik niet aan het recorden ben. Nog eens een potje League of Legends te doen, om zo dingen te doen. Is gewoon really fucked up. Ik heb gewoon vakantie nodig. Deze vakantie heb ik geen vakantiegevoel gehad. Eerste week ben ik een week op cursus geweest. En die cursus, dat was net als school. Ik moest opstaan om 7 uur om te beginnen. En ik lag elke dag misschien om 12 uur in mijn bed of zo. En dan, ja, dan word je gewoon echt kapot. En de tweede week ben ik dan gewoon 100 kilometer gaan wandelen. En dan kom je terug op school. En dan is het eerste wat je hoort van elke leerkracht. Hopelijk hebben jullie goed kunnen uitrusten in de vakantie. En zijn jullie er klaar voor om er nog eens goed tegenaan te gaan. Hopelijk zijn jullie batterijen opgeladen om er nog eens goed te knallen naar het einde van het schooljaar. Fuck you, bitch. Ik heb geen vakantie gehad. Ik heb fucking veel drukke dingen gedaan. Maar ja, die leerkrachten denken als wij vakantie hebben, dat wij gewoon 2 weken in onze zetel liggen niks te doen. Was het maar zo. Ik heb echt genoten aan een vakantie waar ik 2 weken in mijn zetel lig en een series kijk of zo. Oh, dat moet toch zalig zijn. Zo'n chill vakantie. Oh my god. Ik heb echt... Ik wil echt vakantie. Ik wil echt gewoon vakantie. Om jullie toch nog iets bij te leren in deze video, kan ik jullie ook nog iets deftigs zeggen. En dat is dat het vandaag de 10e verjaardag is van de allereerste YouTube video die online kwam op YouTube. Als jullie de allereerste YouTube video ooit willen zien, die staat in de beschrijving. Check die zeker eens. Super grappig. Eigenlijk niet. Eigenlijk is het gewoon een meneer die in een zoo is en hij zegt dat de olifanten grote oren hebben. Maar het is wel leuk om eens een video te zien van 10 jaar terug. Kan je zien dat de kwaliteit toen gewoon fucking slecht was en ja. Om eerlijk te zijn ben ik het eigenlijk echt een beetje beu. Dat school gaan, dat dingen doen voor school, huiswerk maken. Ik heb er echt geen zin meer in. En ik ben daar ook eerlijk over tegen mijn leerkrachten. Ik zeg gewoon tegen hen van, ik heb er geen zin meer in. Ik zie het echt niet zitten. Het is gewoon weg. De moed is er gewoon volledig uit om nog te leren. Dan kom ik thuis, dan moet ik eerst al die taken maken. Wat ook al superveel tijd in beslag neemt als je dat goed wilt doen. Dan moet ik nog eens beginnen studeren. En als ik goede punten wil, dan moet ik veel studeren. En als ik goede
studiepunten wil op school, dan moet ik goed studeren, en veel studeren, en lang studeren. En als ik al die dingen zou doen, als ik lang zou studeren, als ik veel tijd in mijn huiswerk zou steken, dan zou ik gewoon geen tijd meer hebben om nog video's te maken. En dan vragen mijn ouders en mijn leerkrachten hun af hoe het komt dat een jongen met de capaciteiten geen goede punten haalt op school. Ik zit daar dan op de oudercontact te luisteren, hoe ze elke keer hetzelfde zeggen. Ik zit daar dan helemaal verstijfd en dan krijg ik opeens die vraag van Jonathan, hoe komt dat? En dan zeg ik echt gewoon, ja, ik maak video's voor YouTube en dat duurt fucking lang. Dan zeggen zij, ja, stop daar dan mee. Die snappen niet dat ik daar niet mee kan stoppen, dat ik daar al te lang mee bezig ben om daar nu nog mee te stoppen. Tuurlijk wil ik goede punten op school. Tuurlijk wil ik graag dat mijn ouders trots zijn en dat ik een mooi diploma heb en dat ik alles heb. Maar dat valt gewoon niet goed te combineren met YouTube. En ja, dan ben je lul. Dan kom je in tijdsnood zoals mij op dit moment. Dan ben je nog eens fucking moe zoals mij op dit moment. En als je moe bent, dan kan je niet eens concentreren in de klas. En ja, ik ga mijn best echt doen op het einde van het jaar. Ik ga alles geven en ik hoop dat ik erdoor ga zijn. Want op deze manier kan het eigenlijk niet verder. Maar ik heb er eigenlijk ook echt geen zin meer in. Om de video af te sluiten ga ik nog een potje Gun Game doen. Omdat ik op de vorige video had gezien dat jullie vonden dat ik zo goed was in Gun Game. Ik ga een deal maken met jullie. Als ik deze Gun Game win, dan moeten jullie allemaal de video liken en de video delen. En als ik de Gun Game niet win, moeten jullie nog altijd de video liken. Maar dan, als ik niet win, kan ik eigenlijk wel mijn oude webcam weggeven, maar ik weet niet. Ik weet niet of mensen geïnteresseerd zijn in deze rommel. Het is eigenlijk geen rommel, het is eigenlijk wel nog een deftige webcam om te beginnen met YouTube. Ja, ik weet niet. We gaan er gewoon aan beginnen. Let's go! Het kan toch niet zo moeilijk zijn om eens een Gun Game te winnen? Kom op. Kom op, Nathan. Show dat je die skills nog hebt van vroeger. Eigenlijk heb ik nooit skills gehad. Oké, nee, ik denk niet dat het er nog in zit. Ik denk niet dat ik nog potentie heb om te winnen. Als ik kan winnen, zou het wel fucking episch zijn. Maar ik denk niet dat dat kan. Kom op. Kom op, ik voel dat we terug gaan komen. Ik voel dat we terug die streak gaan hebben. Longshot met de KSG. Close rifle fights. En nu snelle kill hier. Shit, het is spannend aan het worden. Kunnen we daar nog die kill nemen op die dude die niet komt? Waar is hij toch? Waar is deze kerel? Waar is hij? Waar is hij? Hallo? Hallo, daar is hij met de knife. Zitten op een 5 kill streak. Oh. Kom man, ik voel dat er nog veel potentie zit om deze Gun Game te winnen. Misschien als ik ervoor ga, kan ik echt winnen. Als ik me een beetje concentreer, dan kan ik echt nog deftig spelen. En jullie kunnen zeggen dat ik fucking slecht ben in Gun Game. Maar ik speel wel altijd een stuk beter als ik niet aan het recorden ben voor YouTube. Want nu moet ik mij concentreren op de gameplay en op het praten. Dus holy shit, hoe moet ik dat doen? Ik heb nu een LMG en Ik had gezien dat er iemand in deze game aan het spelen was met een knife. Dus daar kan ik wel op hopen dat de persoon die eerst staat gehumiliëerd wordt. Op hopen dat die persoon die eerst staat gehumiliëerd wordt. Kom op, kom op. We moeten snel kills maken. We moeten vliegen door die classes. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond jij het niet leuk? Doe dat zeker een duimpje omhoog. Vond jij het niet leuk? Doe dat zeker een duimpje omhoog. Vond jij het? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid. Als wij de 500 likes kunnen knallen, krijgen jullie morgen van mij een nieuwe video. Ik ben de Acid. Bedankt om te kijken naar deze video. Ik zie jullie morgen terug in een nieuwe video. Adios. Bitches.